Ja, Dennis, wat vond je van vandaag? Ja, je begint redelijk aan de wedstrijd. Dan kom je knullig op 1-0. Ja, dan pak je het weer goed op. Aardig wat kansen. Dan heb je geluk dat zij een domme rode kaart pakken. Maak je net voor rust 1-1. Ja, en dan moet je na de tijd gewoon erop en erover. Dat hebben te weinig gedaan vandaag. Ja. Ja, want je komt 2-1 voor. Dan denk je, ga voor de 3-1. Schieten ze op goal. Maar dat gebeurt ook niet. Nee, we zijn achterin, we speelden goed van kant naar kant. Ging soms wat langzaam, maar ja, we kwamen de laatste paas steeds niet door. En dan blijkt toch wel weer dat een overtaal tegen een ondertaal, dat het toch heel moeilijk voetbal is. En ja, dat hebben we vandaag weer gezien. We konden het gewoon niet uitspelen. Er kwamen een paar kansen, maar ze vielen niet in. Ja. Hoe is de stemming in de kleedkamer? Ja. Als je zulke wedstrijden speelt, dan ben je niet kampioen waardig. Dus er is net harde woorden gezegd ook. En is de wilde wel om kampioen te worden? Die vraag moeten we nu gaan stellen. Als je zulke wedstrijden speelt, dan laat je het niet zien in elk geval. En dan moet er nog gewoon kaart weer voor gaan. En volgende week is een nieuwe wedstrijd. En als je aan wil haken, dan moet je de komende 3, 4, 5 wedstrijden gewoon winnen. Want anders is het klaar. Hoe ga je dit dan oplossen? Ja, dat begint op de training. Ja, we moeten gewoon kaart blijven trainen. We moeten het weer op gaan pakken. Dit vergeten. Van leren en snel vergeten. En elkaar trainen. Volgende week weer thuiswedstrijden. 2 thuiswedstrijden achter elkaar. Ja, nu moeten we 6 punten pakken. Dankjewel. Alsjeblieft.